Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Story Mode. Mijn naam is Tim en we zijn er weer. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik weet dat ik al een klein mini videootje had geüpload. Like heel klein in Minecraft. Maar even legit, gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan. Het is een nieuwjaar, nieuwe kansen. Maak er wat moois van. Maak er wat moois van jij. Het komt goed. Dus vandaag hebben we een bootlauncher. En dat gaat natuurlijk helemaal fout. Het komt nooit goed. Grapje. Het komt vast goed. Maar we gaan eerst kijken wat in deze chest zit. What's in the chest, boys? Oeh. And a slime ball. Slime balls en redstone dust. Yes, oké. Dus we moeten dit ding waarschijnlijk een beetje fixen. Een crafting table. En dit is waarschijnlijk een groot gat waar we niet in willen springen. Of willen we er wel in springen? Willen we erin springen? Let's see a way across. Mate, we hebben een boat launcher. We hebben het hier net over gehad. Oké, redstone machine. Huh, redstone blocks, some pistons. What is this thing supposed to be? Hello? Anyone? Olivia, is that you? Hey. I thought I'd never find you. Any sign of the others? Was stress. What? This maze? We don't have time for this. We hebben een boat launcher. Daar hebben we het net over gehad. Who even knows where the others are by now? I mean, the clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. Well, we've got to push on to Ivor's lab somehow. Precies. Too bad there's a gaping bottomless pit in the way. Ja, heb je een idee? Hehe. This thing could get us across. There you go. Jesus. Jongens toch. Flying barge. It would probably get us to the other side. Oh, natuurlijk. Van Redstonia. We hebben dit ding gezien. Dat begint te vliegen. Of het is gewoon een bootlaser. Right? I don't know. I think it's out of my league. Oké. I wish I'd had more time to study with Elagard. Come on, I'll help you. Precies. How are you gonna help me when I don't even know where to start? Niet zo zeiken, ja, let's do it. This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Do it. Iemand well, is moe. Maybe it's just me. I mean, Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. She was right, I just can't hack it. I might as well be a carrot farmer. So prove her wrong. Show the world what you're made of. Prove her wrong? Jesse, she was the greatest redstone engineer ever. She was in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people, just like us. Right, just like us. I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Soren and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. All I ever see Magnus do is argue. And we both know what happened to Elagard. Wat een crybaby opeens. Wat is hier gebeurd? Kom op, meid. Een beetje zelfvertrouwen. Als je alleen maar gaat huilen. If the order can't do this, how are we supposed to? Nou, wat voor een inspirerend antwoord geven we? You want to give up? Nobody. We're better. The world needs us. That's all that, that matters. All I know is the world is depending on us. And maybe the world is in trouble. I mean, it is. They defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive. Something that actually matters. We got Petra. Well, for starters, we rescued Petra from the Witherstorm. You did that, Jesse, not me. Oh, good. We were there together. We protected one another. This whole thing has been a group effort. Yeah, I suppose that's true. Hehe. Jesus Christ. Mens. Ah, all right. I'll try it one more time. Dank je. Godsamme zeg. Wat een gedoe. Maar ik vind het niet erg hoor. Je mag hiermee struggelen. Het gaat om je leven en je wil erbij horen. En... I think I see what he was trying to do. Oh, gelukkig. Jesse, take this piston. Craft it into a sticky piston. Then place it on the other side of the barge. Along with a redstone block. You got all that? Yes. I think so.
Oké, dus wat ik wou zeggen is, like, het is prima hoor, dat een beetje character development, dat mensen twijfelen aan hun eigen skills, maar het hoeft niet zo lang door te gaan. Use. Let's craft. Sticky piston. Die daar. Die daar. Sticky piston. Woo! En een redstone blok, waarschijnlijk moeten we hiervan maken. Zo, nog één. Zo. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar ik ga het gewoon doen. Zo. Okay, a redstone block. Waarom niet, toch? Je kunt hem altijd nog uit elkaar halen. Hey, Olivia. You put the block and piston on the barge yet? Nee, ik wou... No. Oh, well, this thing won't start without them. Oké, duidelijk. Redstone machine. Okay, let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Yes. Oh, oké. Okay. De piston moet... Sorry, ik krap even aan mijn rug. Redstone blok. Laten we die plaatsen. En de piston. En dan is helemaal ready. Wat is die ondertussen aan het doen dan? Een beetje in de slijmblok aan het voelen. Holy cow, we did it! We need flint and steel to get it started. Je hebt het gedaan. I'm proud of you, Olivia. Thanks. Blok update. And thanks for everything you said just before. It really helped. Gelukkig. No problemo. Gelukkig hielp het. Anders zou ik helemaal gek worden. It must be this way. Run! Oh, er zitten zombies achter aan. Natuurlijk. Go, go, go! Quick, onto the barge! Flint en steel, flint en steel. Chick. En dan gaat hij zonder mij weg natuurlijk. Ga erop, man! Oké, okay, welke knop moet ik drukken? Oh, klik, klik, klik! Oké, okay, gelukkig. Oké. Okay. Oh, nice zombies. That was close. Everyone okay? For the moment. I remember something. Didn't Elagard build a machine like this once? Yes, in the Nether. And you were terrified of flying on it. What? Stuff and nonsense. Make fun of Sorin. No, no, I'm positive. Geen opmerking. The whole ride quivering in terror. But the man's mad. He's wither crazy. Sure, Mom. Nobody cares. Well, I suppose I might be mistaken. I liked you better when you had amnesia. Oké, okay, helemaal mooi. Daar hoeven wij geen opmerkingen over te maken. Je hoeft niet overal alles over te zeggen. Nou, geef hem een knuffel, boys. Heeft hij niet nodig. Wil hij niet, maar... Well, that was exciting. By exciting, I assume you mean absurd and unnecessary. Unnecessary? Let's go see what he's hiding. Je was bijna opgegeten door zombies, man. Het bedrock heeft hij gebruikt om te bouwen. Holy shit. Ik weet niet hoe hij dat heeft geflikt, maar bedrock kun je echt niet minen. Dat is iets wat nu in het spel kan. Deze layout kennen we ongeveer. Dit lab hebben we eigenlijk al gezien. Maar natuurlijk dan in de kelder ergens. Dus het lijkt er waarschijnlijk een beetje op. This place could be booby-trapped. Let's just start looking for the enchanting book. Dus waar we naar op zoek zijn is een boek om een zwaard te enchanten, zodat we volgens mij de command block kunnen mollen. En dat is het idee. Nou, let's have a talk. Zie doodle met iedereen. No. Just I've been thinking about other stuff actually. Waar dacht je aan? Stuff such as, you know, Gabriel, the ocelots, people getting wither sickness and amnesia. Don't get me wrong. I'm glad I came with you. I'm just scared for everyone. Oh, it's nice for you. For them, for us. You're a good friend, Lucas. The fact that you're always thinking about others, it says a lot. Well, I like my friends. I guess that's why they're friends in the first place, right? Yes. Either that or you like that they say nice things about you. Oh. Ivor, on the other hand, I think his only friends were books. Yeah, so she being a loner leaves you a lot of time to read. Tell me about it. How to train your slime, the various uses of mushroom stew, potionology volume 24? 24? Holy shit. Enchanting book? Nope. I don't think so. Tuurlijk niet. Oké, dus. Het Lucas die maakt zich zorgen is een goed persoon. Zoals we al vanaf het begin wisten. Dus. Wat zit hierin? Laten we even kijken. Look at. Wat zit er in de boekenkast? A brief history of cubism. Cubism? Crafting for noobs, revised. A collector's guide to precious gems. Oeh, die wil ik houden.
None of these are enchanting books. Ah, dat is jammer. Olivia, okay. Any luck? Not really. Ivor has too many books, and there's too few of us looking. How did we end up all split up like this? I feel like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent together, that was kind of fun. Mads, please. You might be spread thin, but we're all still a team. That's how teams work. Hey, you almost said teamwork. See, we're still funny. We can still get things done. There I guess you being go. Split up just means we can be in more places at once, right? Yes. Kind of like the Wither Storm. Let's just forget that metaphor. Yeah, okay. Dat was geen goede metafoor. Ik heb, er is niks mis met... Ja, het is prima. Ik heb daar gewoon wat minder geduld voor, I guess. Voor dat soort gesprekken Find van, kom op yet? Zeg. In this mess? It's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't gotten lost in that confounded swamp. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. It wasn't his fault. Just doing what I asked. It wasn't his fault we got separated, not really. Is that supposed to make me feel better? Nay. Hi back. There's neither rhyme nor reason to how these books are stored. Finding anything here is impossible. Tedious, maybe. Impossible. Oh my god. No way. Allemaal aan het zeiken, deze mensen. Ik vind het niet erg. Monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. Ja, sure, man. Zeik je maar zoveel als je wil. Dan ga ik ondertussen door met de fucking story. Ruben, kijk, daar kunnen we een normaal gesprek mee hebben. Die niet aan het zeiken is. Hè, Ruben? What are you doing? Ja! You're gonna get yourself cooked. I've told you before, stay away. En nu ga ik zeiken? Oh, nee! Bitch! Het gaat lekker, jongens. Godsamme. Echt, iedereen is aan het kutten. Oké, nou, Gabriel. Kijkt ook niet blij. Wat is er aan de hand, jongen? Calling that he knew something about potions. Could one of these stop the wither monsters? Zou kunnen. I'm remembering correctly, am I not? That's what started this whole mess, actually. A potion. Then perhaps a potion can end it. His potions Maybe. Just aren't strong enough. Oh, I see. Mm-hmm. Potion of blindness. Potion of dullness. Potion of nausea. None of these will help me. Ah, oké. Okay. Hij is op zoek naar een medicijn right? voor zichzelf. Is this just who I am now? We'll find Don't a way. Don't worry. We're gonna find a way to fix you. You and Petra and everyone else the Witherstorm affected. There you go. To do that, you'll need to destroy the command block, will you not? Yes. So that's exactly what we'll do. You never stop fighting. I admire that. Dank je wel. Nou, wat zit er in de chest? Laten we die even openen. We moeten ook uitkijken voor booby traps, hè? Those will be useful. Dus wat sticks gekregen, mooi. Waarom hebben we sticks, though? We kunnen een crafting table. Makes sense that Ivor would have a crafting table. Oké, we hebben hem dus nog niet nodig. Oké, Ruben. Gewoon niet in de lava, oké? Wat zit er in het gat? Hey, Olivia, I think there's some redstone over here. Heb je een button, meid? Circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Yeah, no lever, no functioning circuit. Oké, okay, ik kan er een maken. We hebben hout en cobblestone. De cobblestone hebben we heel vroeg een keertje opgepakt. Dat is wel goed. Dat is Oké, dat is nice. First I'll need some sticks. Oké, thanks for the tip. But I know my shit. We know my shit. Okay, got the sticks. Okay, wow. Oké, man. Zo, volgens mij is het... Oh, zo toch? There we go. Good old fashioned lever. Nice. Lever time. Oké, let's put the lever in the hole. Place the lever. Plop. Like it was made for it, which it was. Yes, inderdaad. Let's see what this sucker does. Er gaat een trap onder de lava. Het was pretty obvious. But okay, let's go. We hebben iets ontdekt. Yes. Ik zou ook wat minder zeikerig zijn.
Why would you build a secret passage in a house nobody ever visits? More like, why wouldn't you? Ja, precies. Secret passageways are cool. Nice. Good, solid fucking point. Omdat het awesome is. Oh nee. What the? Yep. Lava boven ons. Ready, zeker. Are you guys okay? We're fine. But the lever isn't working anymore. Hebben ze een pickaxe Stay of zo? There. We'll head down and see what we can find. Oh, zit ik met de zeikert opgescheept. Great. Godsamme. Godsamme nog aan toe. Wow. Nee. What is all this? Oh, cool. Oh, I'm rare items. He's gathered them all in one place. Gathered what exactly? Yeah, vertel. The treasures of the Order of the Stone. Dit zijn jullie treasures, jongens? De Ender Egg, snap ik. Stories I could tell about these dusty old things. Wat is links? De Ender Egg, waarom krijg je zo triest? Enchanting books, though. Maybe through there? It's a trap! Locked, of course. There must be some way to open it. Okay, dus. Ik ben heel benieuwd naar dit item. Want niet dat item, dat is gewoon Prismarine. Wat is dit? Is dit gewoon... Oh, packed ice. Oké. Okay. Take the packed... So where does packed ice come from? Well, we brought it back from the ice plane spikes biome. It was colder there than anywhere we'd ever been, but... Magnus slipped so many times, our laughter kept us warm. Aww. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Jesse, what are you doing? Taking this really cool, rare item? Need it to unlock that door. Very well. Just be careful. Oh, fuck. See? Oh, serieus? Gewoon de items afhalen van de pressure plates? Dus ik moet gewoon alle verhalen aanhoren en dan... Sure, dat is niet eens zo erg. Ik ben heel benieuwd. These are prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Elagard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. Nice. We used most of these to craft a sea lantern. This is all that remained. Behalve de hele sea lantern. Prismarine. Prismarine. Cool. Dus dit is de sea lantern die ze dan gemaakt hebben. Take. Am I crazy or is this a sea lantern? Nope. Ah. The very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. Green? Looks just as bright as on the day we crafted it. A sea lantern, huh? Nee, en de Ark pak ik als laatst natuurlijk, want dat is de big story. These gas tiers, they're super hard to get. Yes. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours. And these tears were our reward. Mooi. Je krijgt echt een beetje dat adventurers gevoel wat wij ook krijgen als we zelf Minecraft spelen met vrienden, dat je echt gewoon die missie hebt. En dit wordt dan op een iets epicere manier wordt het verteld, wat ik wel kan waarderen. Dat vind ik erg cool. Dus, die Ender Egg. Vertel jongen over jullie grote gevecht. Actual Ender Dragon Egg? Alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. Waarom was het laatste? No way I'm leaving this behind. Oh, okay. Aha, a hopper. Why is Ivor hiding a hopper in his basement? 1, 2, 3, 4, 5. Look at, laten we nog maar niet zeggen use. Vertel. It's like a regular hopper. That's hooked up to a bunch of redstone circuitry. Man. Ivor sure does love his puzzles. Ik denk van 1 tot 5 van het eerste avontuur tot het laatste avontuur. Dus use. Huh, 5 slots. Dus als ik een gokje zou wagen, is de gas tier was de eerste missie. Dus die zou ik hierin doen. Let's try them here. Dan hadden we de Ender Egg als het laatste avontuur. Ender Dragon Egg, so cool. Let's try it here. Packed Ice was voor de Ender Dragon. Packed Ice. Let's... Okay. Huh, those were the right objects, but I guess it was the wrong order. Okay, dus waarom? Waarschijnlijk
Waarom het fout was, is omdat ze eerst de prismarine vonden, daarna de lamp craften en toen het wegthuis gingen halen. Yes! Dat klinkt als een goed geluid. Yes! Yes! You solved it! But how in the world did you know what order to put them in? Ja, there were 120 je. Possible combinations. Everything I needed was in your stories. Nice work, Jesse. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the Order clearly meant a great deal to him. Yes. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. Yes, baby. Ik ben zo benieuwd.